De prijzen van de nutsvoorzieningen kunnen toch duurder worden doordat de subsidies vanuit de overheid worden afgebouwd. Zo stelde Karel Eckhorst, de Surinaamse vertegenwoordiger van het Internationale Monetair Fonds IMF, vrijdag in ons programma Questions and Answer. Eckhorst zegt dat gezien de beperkte capaciteit van het stuwmeer er eigenlijk nog subsidie nodig is bij het nutsbedrijf. Alhoewel dit zou moeten betekenen dat de overheid het elektriciteitsbedrijf nog zou moeten subsidiëren, er daar financieel geen ruimte meer voor is. Het afbouwen van de subsidies moet ervoor zorgen dat in elk geval het bedrijf meer armslag krijgt om noodzakelijke investeringen te plegen. Dat in elk geval we zorgen voor een stukje reductie van verspilling. Dat komt voornamelijk vanwege het feit dat de kosten nog ver onder de werkelijke prijs, zijn. En we moeten dat indammen. Het zorgt niet alleen voor verspilling. Het zorgt niet alleen voor dat we veel geld letterlijk uit de ramen en uit de deuren laten vliegen. Maar het zorgt er ook voor dat we slecht die resource heralloceren. Eckhorst benadrukt dat er gekeken moet worden naar een ander alternatief. In dit geval kan het verhogen van de tarieven een oplossing zijn. Alhoewel er rekening gehouden wordt met het volk, is het garanderen van deze voorziening ook belangrijk. De mensen zetten zich schrap omdat ze kijken en zeggen van, oh, dus er komen verhogingen. Maar het gaat in eerste instantie niet eens om de verhogingen. Het gaat om, is die dienst gegarandeerd? Als over 5 of 6 maanden de bedrijven plotseling moeten bekendmaken dat ze bij shift buurten gaan uitschakelen omdat er niet genoeg capaciteit is. Is dat al besproken? Nee. Geef ons een stille wenk. Nee, maar het is niet iets dat ver van ons bed is. Omdat we het al hebben meegemaakt. Okay. Het waren wel andere omstandigheden. Maar we hebben het al meegemaakt in Suriname. Waar er wat EBS noemt loadshedding. Hebben we moeten doen. Omdat er niet genoeg capaciteit aanwezig was om die hele, om dat hele land te voorzien. Eckhorst zei tot slot dat dit op lang termijn wel voor verlichting er verbetering zal zorgen voor ons land. Het volledige gesprek met de Surinaamse IMF-vertegenwoordiger is terug te zien op de Facebookpagina van ATV Suriname onder de naam Q&A van vrijdag 10 februari. De vorige week presenteerde de EWS-leiding modellen aan de regering voor het verder verminderen van de elektriciteitssubsidie, waarop de regering verdere instructies meegaf.